Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met het radarbeeld van eerder vandaag. Vanmiddag eigenlijk was dat. Een lijn met zware regen-onweersbuien trok toen over het land en ook België had met stevige onweerscomplexen te maken. Nou, al die buien die trekken noordoostwaarts, betekent dat we daar nog even mee te maken hebben. Maar in de loop van de avond dan zijn die allemaal weg. Helemaal droog wordt het wel niet, want de buien die we hier op boven Engeland zien, Die komen daarna met een westelijke aanvoer onze kant op. Dat zien we ook op de bewegende modelvelden. Met neerslag, bewolking. En uh, als ik die in beweging zet. Dan zien we dat de neerslag in de loop van de middag over het land trok. Dat uh, vanavond er nog een enkel buitje komt. Dan ook die buien via de Noordzee. En dat we daarna grotendeels gehad hebben. Op donderdag zien we amper een bui over het land trekken. En ook vrijdag blijft het grotendeels droog. Vrijdagochtend al wel weer in het uh, zuidwesten van Frankrijk stevige regenbuien. Ook die komen onze kant op. En dat verwachten we pas in de loop van zaterdag. Dat betekent dat we vanavond nog een enkele stevige bui hebben. Temperaturen beginnen te dalen. En aan zee waait het nog hard. Windkracht 7. Aan het einde van de avond komen die buien vanaf de Noordzee aan. Maar dat zijn geen zware buien meer. Ook geen kans op onweer. Vannacht dan verspreid over het land een enkel buitje. Minimaal rond 10 graden. En de wind begint langzaam naar westen te draaien. Morgen overdag. Nog een enkel buitje, buigheid neemt verder af. Zeker geen kans op onweer. In de loop van de dag komt er eigenlijk alleen maar meer ruimte voor de zon. Zeker als je in het westen en noorden van Nederland zit. Daar wel de laagste temperaturen, 13 à 14 graden. In het zuidoosten en oosten wordt het nog 16 graden. Morgen in de loop van de dag wordt de wind al minder. En vrijdag, dat wordt echt een heerlijke lentedag. Bij weinig wind wordt het dan 17 tot 20 graden. Het blijft droog en de zon schijnt geregeld. Zaterdag krijgen we met het regengebied te maken. Dat trekt van zuid naar noord. Wind gaat dan weer toenemen en de temperatuur gaat dalen. En zondag trekken die buien snel weg. Dan is het vooral smiddags weer grotendeels droog weer. Temperaturen gaan zondag nog niet omhoog. Maar het lijkt erop dat na het weekend het kwik wel flink gaat stijgen. Temperaturen van misschien wel 20 tot 25 graden zijn maandag, dinsdag en woensdag mogelijk. Maar zeker, zeker nog niet. Want we zien dat de temperaturen ook weer gaan dalen later volgende week. Vanavond dus nog een enkel buitje. Morgen grotendeels droog met ook slechts een enkele bui. En later op de dag meer zon. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.